Daar staan we dan in 2020. En het is lintjesregen vandaag. Hoe moeten we dat nou doen? U ziet het, we hebben 7 mensen in onze gemeente die dit jaar een onderscheiding krijgen. Daar ben ik trots op. Het is goed om te zien dat er zoveel vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de samenleving of voor een specifieke doelgroep. Heel mooi om te zien. Maar we leven nu ook in coronatijd, in de 1,5 meter samenleving. En dat beperkt ons. En dat beperkt mij als burgemeester ook. Ik zou dolgraag de lintjes willen opspelden. Maar hoe zal ik dat nu dit jaar doen? Tom Poes, verzin een list. Nee. Maar. De heer Spier is koninklijk onderscheiden voor de volgende verdiensten. Hij heeft het koor El Shaddai opgericht en was 28 jaar lang de dirigent van dit koor. En tevens is hij al 28 jaar lang hoofdorganist van de Brugkerk in Lopik en sinds 4 jaar ook nog voorzitter van de kerkenraad. Mevrouw Wieringa is koninklijk onderscheiden voor de volgende verdiensten. Zij is jarenlang actief geweest in het katholieke onderwijs en in de kunst- en cultuursector, zowel in Benschop als in IJsselstein. De heer Van Hal is koninklijk onderscheiden voor de volgende maatschappelijke verdiensten. Hij is penningmeester, koster, lector, voorganger bij avondwakers bij de parochie Sint-Victor in Benschop. En tevens is hij penningmeester van het bestuur en voorzitter van de beleggingscommissie van de parochiële Caritasinstelling. Mevrouw Velis is koninklijk onderscheiden voor de volgende verdiensten. Ze was secretaris en bestuurslid van de Katholieke Volkspartij afdeling Benschop. Ze is jarenlang secretaris geweest van het provinciale bestuur De Zonnebloem in onze provincie Utrecht. En ze is nog steeds bestuurlijk actief en ze doet allerlei huisbezoeken voor de Sint-Victorkerk in Benschop. De heer Van Breukelen is koninklijk onderscheiden voor de volgende verdiensten. Hij is 36 jaar lang actief voor carnavalsvereniging De Kwakbollen in Harmelen. En hij is al meer dan 30 jaar actief voor SV Lopik. Meneer en mevrouw De Bruin zijn beide koninklijk onderscheiden voor de volgende verdiensten. Mevrouw is altijd actief geweest bij de kindernevendienst in de Brugkerk in Lopik. Maar ook bijvoorbeeld bij de organisatie van tentdagen. En meneer is bestuurlijk actief geweest, ook in de Brugkerk, maar ook bij de basisschoolbestuur van Immanuel in Lopikkapel. En bijvoorbeeld ook het inloophuis De Schuilplaats. En samen waren ze jarenlang pleegouder. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Deze 7 lintjes blijven hier op het gemeentehuis. Ik zal ze goed bewaren. Na de coronatijd gaan we ze alsnog opspelden. En dat wordt een feestelijke gebeurtenis. Vanaf deze plek wil ik de aanvragers bedanken voor het aanvragen. En mocht u nou iemand kennen die een lintje verdient, vraag ze aan. Voor nu, blijf gezond. Geachte heer Van Breukelen, beste Ron. Je zet je al 36 jaar vrijwillig in voor carnavalsvereniging. 4. Beste meneer Spier, nee, nog een keer, sorry. Geachte meneer Spier, beste Jan. De heer Spier is koninklijk onderscheiden omdat hij oprichter en dirigent is van het gospelkoor El Shaddai voor 28 jaar al. En tevens is hij, ja, nee, verkeerde zin. Oh. Hij was 36 jaar, nee, is 36. Hij is 36 jaar.